Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Tim Murk. Tim, je bent van Flavor. We hebben vorig jaar je collega bij ons aan tafel gehad. Wat brengt jou hier dit keer? Wat doen jullie? Een van onze projecten is gisteren van start gegaan met een heel bijzondere pilot. En dat project heet Hackshield, Future Cyber Heroes. Het is een project waarbij we kinderen slimmer willen maken op het gebied van cybersecurity. En dan niet door ze als leerling of potentieel slachtoffer te zien, maar door ze eigenlijk de tools in handen te geven om papa, mama, opa, oma slimmer te maken. Dus we geven ze een hele grote verantwoordelijkheid. En vanaf gisteren zijn er in 7 gemeentes in Noord-Holland zijn de burgemeesters zo ontzettend gaaf geweest om echt een oproep te doen aan de achterban. Dus beste kinderen van gemeente Heemstede, Haarlem, Kocheland, willen jullie alsjeblieft die game spelen en slimmer worden en papa, mama, opa, oma slimmer maken? Want dat gaat zo niet langer, hè? Heel leuk. Wat waren de eerste resultaten? Zijn ze naar huis gegaan en aan de slag gegaan? Nou ja, er gebeurt heel veel, ja. We hebben allemaal posters afgeleverd die verschijnen op sportverenigingen, in de kleedkamers. En er zijn heel veel lokale pers. Alkmaar doet ook mee, Den Helder doet mee. En wij zien natuurlijk het bereik via de website en zo stijgen. Hey, het doel is duidelijk, maar vertel eens hoe jullie dat doen. Ja, eigenlijk, er zijn 2 fictieve karakters. Die heten Sanne en André. Die spelen een hoofdrol in die game. Sanne is ooit gehackt, dat is het verhaal. Haar beelden zijn via de webcam en uiteindelijk over de hele school verspreid. En André, dat is een klasgenootje van haar, die heeft haar geholpen om achter te komen wie dat heeft gedaan. Dus het is een heel bekende, heel herkenbare situatie voor veel kinderen. Ja. We hebben het over 9 tot en met 12. Hè? Dat is echt absurd jong natuurlijk, maar dat soort dingen gebeuren. En vervolgens gaan die 2 fictieve karakters, die besluiten om samen een community te starten. En dat is Hackshield. En in die community gaan ze kinderen slimmer maken. En vervolgens dat slimmer maken, dat gaat via een game. En het is eigenlijk een heel strategische, schaakachtige puzzelgame, waarbij de speler zich constant moet proberen in te leven in de ander. Dus denken als de slechterik om te leren voorkomen dat de slechterik misbruik maakt van jouw naïviteit. En schaak is dan natuurlijk een mooie vorm. Want bij schaak ben je constant aan het anticiperen op andermans zetten. Mm-hmm. En dat kregen we ook al terug van al die security mensen die ofwel bij overheden of bij cybersecurity bedrijven werken. Die zeiden allemaal van het is net een schaakspel. En stiekem wil je eigenlijk ook dat er een slimme crimineel tegenover je zit, cybercrimineel, want er zit ook spanning. Dus we hebben voor die vorm gekozen. En laat de kinderen ook een beetje voelen van, waar is de grens, weet je wel? Het is best wel ethisch vraagstuk natuurlijk. Maar geef daar eens een voorbeeld van. Wat voor vragen, wat voor problemen spelen er dan in die game? Nou, wat leren ze als ze slimmer moeten worden? Ja, ze leren heel veel verschillende dingen. Maar het belangrijkste waar we mee beginnen is dat ze snappen dat alles wat je digitaal tegenkomt, dat data is. En dat dat allemaal te manipuleren is. De kinderen in die leeftijdsgroep worden heel vaak van gedacht dat ze veel beter zijn met digitale middelen dan oudere generaties. Maar ze zijn wel heel goed in het gebruiken daarvan, maar ze snappen echt niet wat er onder de motorkap gebeurt. Mm-hmm. Wij zien allemaal nog wel de eerste Hercules en MS-DOS taal voor ons. Dus wij snappen nog wel hoe code is opgebouwd. Maar die leeftijd zit echt alleen maar in het gebruik ervan. Dus we beginnen met uitleggen, alles is data, alles is te veranderen. En met dat veranderen kun je goede dingen doen en slechte dingen. Want het is natuurlijk ook heel mooi wat er gebeurt en wat er gedaan wordt door allerlei slimme programmeurs. Maar je kan ook flink besodemieterd worden. En daar geven we dan hele lijsten met voorbeelden van. Op heel veel verschillende manieren. Hey, toen jouw collega Emily hier een jaar geleden was, toen vertelde ze al over Hackshield. En dat jullie waren toen echt nog hard aan sleutelen aan het BIS-model. En een van de, misschien nog. Een van de ideeën was toen dat nieuwe episodes van dit spel door partners betaald zouden kunnen worden. Is dat in dit geval ook zo? Want je zei net, de aanleiding is een beetje dat je hier zit, dat die burgemeesters een oproep hebben gedaan. Ja. Betekent dat ook dat die gemeentes verantwoordelijkheid nemen en mee financieren? Nog niet. Ja. Nee, het is echt. Hoe werkt dat dan bij jullie? Waarom? Ten eerste, we zijn echt begonnen vanuit gewoon, we wilden er iets aan doen.
Ja. Digitale geletterdheid is geen vast onderdeel in het curriculum, in het primair onderwijs. Het is echt gewoon een hiaat. We voeden onze kinderen gewoon niet digitaal op. Dus we wilden daar iets mee doen. Ik was net bij Flever. Ik heb mijn vorige bedrijf aan Flever verkocht en ik mocht een project kiezen. En ik zei, wat zullen we doen jongens? En toen kwam dit project voorbij, dus het is wel echt een passieproject. En we begonnen zonder businessmodel, zonder verdienmodel. Ik denk ook dat dat de reden is dat het nog niet bestond. Dat verdienmodel er niet was. Zodra het verdienmodel er is, dan zul je zien dat er heel veel concurrentie ontstaat natuurlijk. En dat is ook goed. Maar we zijn eigenlijk begonnen met een eigen investering. Dus echt zelf een pilot gedraaid. Vervolgens hebben we bij wat fondsen aangeklopt. SEDN hebben jullie subsidie van gekregen? SEDN Fonds, de Rabo Foundation heeft bijgedragen. En zo zijn we het eerste anderhalf jaar denk ik doorgekomen. Dus echt met donaties en zelf heel veel investeren en uren wegfrommelen. En daarna zijn echt bedrijven meer gewoon actief vanuit de business zelf gaan instappen. Maar allemaal zonder commercieel belang. Dus geen product push, geen data, geen niks. Gewoon echt vanuit corporate responsibility. Interpolis heeft bijgedragen. We zijn echt heel bijzonder eigenlijk. En de Rabobank ook vanuit de businesskant. Ja. Maar is dat ook je toekomstig model? Nee. Wat is dat wel? Nee, ik denk dat als je een initiatief als dit succesvol duurzaam wil opzetten, dan moet je toch op een gegeven moment naar een soort zelfstandig verdienmodel. Wij hebben onszelf voorgenomen dat we het binnen Nederland altijd gratis willen kunnen aanbieden. Dus vrij voor kinderen beschikbaar. Alle kinderen. En dat het vrij moet blijven van kids marketing. Nou, dat maakt jezelf niet per se heel makkelijk. maar ja. Nobel. Ja. Nou ja, nobel en ook wel. Nou, vanuit overtuiging dat iedereen daar uiteindelijk het meeste bij gebaat is. Want het is daadwerkelijk best wel een groot maatschappelijk probleem waar we mee te maken hebben. Ja. Banken hebben daar last van, maar ook verzekeraars en iedereen. Dus laat iedereen dan ook maar zijn verantwoordelijkheid nemen, denken wij dan met onze creatieve, naïeve koppen. Maar je ziet wel dat er altijd wel een link te leggen is vanuit de belangen van een bedrijf. Bijvoorbeeld de Rabobank heeft allemaal lokale banken. En wij hebben nu bedacht dat als kinderen dan een bepaalde badge verdienen, dat ze die op termijn dan bij zo'n locatie op kunnen halen. Nou, dat vinden wij helemaal te gek. Dat is helemaal geen probleem. Maar voor zo'n lokale bank is het mooi dat ze lokaal ook een rol kunnen invullen. En hun klanten en de kinderen van hun klanten kunnen bereiken daarmee. Dus ik denk dat er heel veel nieuwe manieren van waarde voor bedrijven ontstaat, los van de oude lelijke advertisingwereld en de harde marketing. En ik denk dat ze dat wel beginnen in te zien. Ja, hoe komt dat dan tot stand dat in die gemeentes partijen jullie initiatieven eigenlijk omarmen en die burgemeesters zo'n oproep doen? Nou, ik denk, met welk doel? Het eerste is dat ze echt oprecht willen bijdragen aan het versnellen van het slimmer maken van hun achterban. Ja. Als het gaat om dat hele cyberdomein. Ja, okay. Daar ga ik vanuit. Dat is één. En ten tweede hebben wij er denk ik voor gezorgd, door juist niet met commerciële partijen op die manier te gaan samenwerken, we leveren het eigenlijk op een presenteerblaadje af. We hebben ook niet om financiering gevraagd in eerste instantie aan overheidsorganisaties onder het mom van ja, jullie kunnen zorgen voor verankering, maar als wij gaan vragen om budget, dan zijn we denk ik over 2 jaar nog steeds geen meter opgeschoten. We zijn juist begonnen met die private partijen. Ja. Die private partijen die zijn wel in staat om sneller te handelen. Dus daar zijn we echt mee begonnen. Dus er zijn verschillende manieren om uiteindelijk een gezond verdienmodel te creëren, denk ik. Eén daarvan is licenties afgeven, misschien in het buitenland zelfs. Maar zelfs ook in Nederland kun je daar wel vormen voor vinden. Maar het moet altijd vrij beschikbaar blijven voor kinderen en vrij zijn van kidsmarketing. Maar ook in het buitenland? Want je maakte meteen net al dat verschil. Hè? Je zei in Nederland moet het gratis beschikbaar zijn. Ja. Daarmee dacht ik al, maar in het buitenland dus niet? Of vind je eigenlijk in het buitenland? Ja. Nou, zoals we het hier nu in Nederland hebben opgezet, is eigenlijk best wel mooi. We hebben een BV, daar zit de tool in. Daar wordt het hele product in ontwikkeld. En wij licenseren dat aan een foundation. En die foundation die doet alle activiteiten in Nederland. En die foundation die kan er ook voor zorgen dat het binnen die Nederlandse grenzen helemaal onder die voorwaarden uitgevoerd blijft worden. Ik zou het te gek vinden als er in andere landen ook zo'n constructie wordt gekozen. Maar als je nou kijkt naar Amerika, daar zijn volgens mij 2,6 miljoen Girl Scouts, om maar iets te noemen. De Boy Scouts zijn helaas volgens mij 2 weken geleden teloor gegaan.
soms zijn digitale kanalen veiliger dan niet-digitale kanalen. Maar zo streng als wij in Nederland zijn met de mediawet, hè, dat een publieke omroep bijvoorbeeld niet in staat is om met jou samen te werken als je ook een commercieel belang hebt aan de voorgrond, dat is in Amerika helemaal niet zo. In Amerika, als daar een groot cybersecurity bedrijf zijn naam eronder wil zetten en we kunnen daardoor 2,6 miljoen meisjes slimmer maken, ja, dan hoor je mij echt niet klagen. Ja. Dus het verschilt wel echt per taalgebied en per regio. Maar ik vind, zoals we het nu in Nederland aan het opzetten zijn, ook ja, omdat die gemeentes zo ongelooflijk enthousiast en actief bijdragen, dat vind ik wel bijzonder. Dat is wel een mooi voorbeeld van publiek-privaat. Hebben jullie eigenlijk de ambitie om, dat heb ik volgens mij de vorige keer ook aan Emily gevraagd, om hier een bedrijf van te maken? Ik vind eigenlijk wat jullie doen met het idealisme, ik vind het een typisch gewoon gesubsidieerde activiteit. Ja, ik heb echt ontzettende hekel aan subsidies. Maar jullie vragen ze wel, je krijgt allemaal fondsen, ontwikkeld. Ja. Dat is omdat je een ideële doelstelling hebt en mensen dat omarmen. En denken van natuurlijk is het belangrijk dat wij onze kinderen wapenen tegen dit soort zaken. Ja, dat hoort gewoon onderdeel van het onderwijs te zijn. Ja, dat vind ik ook. Maar voordat zoiets in het curriculum komt en voordat de uitgeverijen daar dan ook iets voor hebben ontwikkeld, ben je 8 jaar verder. Dus misschien moeten die dingen ook wel buiten het onderwijssysteem af en toe ontstaan. Maar de subsidie is er juist voor om in die beginfase geholpen te worden. Maar als je er afhankelijk van wordt, dan geloof ik er niet zozeer in. Ik kom uit een gezin, mijn ouders zijn klassiek muzikanten. Uh-huh. Ik heb zelf de toneelschool gedaan. Ik heb mijn leven lang meegemaakt dat er om de 4 jaar bij ons aan de eettafel weer werd gezegd van, nou, mogen we nog weer 4 jaar door, weet je wel. Dus ik heb zelf altijd, in ieder geval, dat is persoonlijk, hè. Emily, mijn collega, heeft daar denk ik ook weer andere uitleggen. Maar ik heb mezelf echt voorgenomen van, als je iets moois opzet, wat waarde heeft, dan moet dat in principe ook een gezond verdienmodel kunnen krijgen. Ja. En daarom zeg je eigenlijk subsidies prima, maar als opstart, in de opstartfase. Ja, vind ik. Ja. Ja, zolang je zeg maar echt nog zelf aan het inleveren bent om iets mogelijk te maken, dan vind ik dat je daar echt in gesteund moet worden, vooral als dat een maatschappelijk doel heeft. Maar na een aantal jaar, om het duurzaam overeind te houden, moet je gewoon een verdienmodel kunnen aanboren. Ja, en dat geldt ook niet voor, wat je komt uit een gezin van de podiumkunsten. Daar kun je ook hele andere redeneringen op loslaten. Luxemburg heeft net het openbaar vervoer gratis gemaakt. Daar ben ik groot voorstander van. Hoeft helemaal geen verdienmodel onder. Ja. Het onderwijs zou allemaal gratis moeten zijn, vind ik principieel. Dat geldt voor heel veel dingen. Uiteindelijk moeten de mensen die het doen wel betaald worden. Ja, uit de algemene middelen. Daarvoor betalen we allemaal belasting. Ik zou het helemaal niet raar vinden. Ik zou het fantastisch vinden, maar ik heb er heel weinig vertrouwen in dat het via die weg lukt. Oké, maar ik zie jullie worstelen. Weet ja, je wel. Zeker. Ja, je kunt het wel principieel wel vinden, maar als je... Ja. Ik denk dan van, ja, waarom is het eigenlijk zo ingewikkeld? Als het heel goed is, dan kan je toch ook gewoon uit de algemene middelen betalen? Ja, maar misschien is het ook wel mooi dat corporates, dat bedrijven, ook hun verantwoordelijkheden nemen, toch? Maar waarom is het zo moeilijk om dat commercieel dan rond te krijgen? Want, In welke zin? Nou ja, de vorige keer hebben we het al lang met Emily over gehad, jij vertelt het nu ook weer. Het is gewoon heel erg lastig. Ja. Waar zit die, want je zegt principieel, ik vind dat het zo moet zijn, maar het lukt ook heel erg moeilijk. Ja. Waar zit dan... Nou ja, nee, het is zeker moeilijk, ja. Kijk, in het begin is het hele, zeg maar, kip-ei-verhaal is het moeilijkste. Want je bent iets aan het verkopen wat je nog niet hebt. Ja. Dus dat is in het begin de fase verschrikkelijk. Ja, nou die fase ben je door. Je hebt de ontwikkelsubsidies gehad en dan is er een product. Ja, en ik geloof ook oprecht dat daar een heel mooi gezond verdienmodel aangeboord kan worden. Maar daar gaan jaren overheen en die jaren moet je wel elke keer doorkomen. Ja. Ja. Maar als je te snel, vind ik, als je te snel je waarde verkoopt, dan komt het niet in gunste van het product en het doel wat je hebt. In ieder geval niet in onze markt. En jullie hebben verkozen, dit is gericht op de 9 tot 12-jarigen, zei je. Ja. En ik ben het helemaal met je eens, hoor. Dat wordt eigenlijk overschat. Omdat ze snel een spelletje kunnen spelen, wordt overschat, zeg maar, wat het digitaal denken of de digitale vaardigheden zijn. Maar dat geldt eigenlijk voor een veel groter, dat geldt eigenlijk voor ons allemaal, zeg maar, eventjes, hè, in breedte gezet. Is jullie game of een aanpassing daarop
zou dat voor iedereen geschikt zijn? Nou, ten eerste is onze hele opzet dat wij kinderen activeren om hun papa, mama, opa, oma, vriendje, juffrouw, meester slimmer te maken. Dus ze kunnen gewoon letterlijk in het spel komen, om de twee weken komen opdrachten voorbij. En dat is letterlijk, beste speler, dit is een phishing mail. Ga nou maar eens even naar je oma om te vertellen wat een phishing mail is. En laat hem maar eens even zien in deze minigame of ze van de 10 mails de phishing mail eruit kan halen. Ja. Dus op die manier proberen we ook echt wel die andere doelgroepen te raken. En dat is natuurlijk tweeledig. Ten eerste, die kinderen leren daar beter van waar het over gaat. Want als je een ander iets uitlegt, dan snap je het zelf. Ja. En ten tweede, proberen we op die manier ook gewoon die oudere generaties te bereiken. Want heel eerlijk, ik kom zelf ook niet uit de cyberwereld. Ik snap er ook heel vaak helemaal niks van. Nee. Dus dat is al een poging. En daar zit eigenlijk dan een doelgroep tussen die je dan denk ik niet bereikt. En dat is denk ik de doelgroep waar jij het over hebt. Dus dat is echt, zeg maar, de puber tot en met de jongvolwassenen. Dat is echt een segment waarvan we hebben gezegd, nou, als die spelers 9 tot en met 12 dit zo leuk vinden dat ze meegroeien, dan willen wij kijken of we ook voor een 13, 14, 15-jarige iets kunnen bieden. Ja. Maar om daar in die eerste jaren al de aandacht op te leggen, dan dat is zelfmoord. Want dan dat is te verspreid. Ja. En dan concurreer je ook ineens met een hele andere tijdsbesteding, een hele andere gamingwereld, een hele andere. Er zit wel makkelijker waarde, hè? Want die kinderen zitten dan dichter bij de arbeidsmarkt. En er is heel veel vraag naar slimme, digitaal vaardige kinderen op de markt. Dus we hebben die vraag wel vaak gekregen. Van, kun je niet ook 16-jarigen? Maar nee, nog niet. Nee. En 9 tot en met 12, ik zeg altijd, het zijn affe kinderen. En 13 is een onaffe volwassene. Dat is zo'n groot verschil. Ik weet niet wat er gebeurt precies in die hoofden. Ja. Maar die kinderen van 9 tot 12, die hebben een ethisch besef. Daar zeg je u tegen. Dat is echt fantastisch. Als wij ze ethische kwesties voorleggen, over bijvoorbeeld van, stel je voor, er is een vriendje in nood. Hij zit opgesloten in zijn kamer. Jij leest dat. Of ben je dan wel bereid om via een gekke hek iemand uit de brand te helpen, weet je wel? Wanneer ga je wel die grenzen over? Dan komen kinderen altijd met hele, vind ik, loepzuivere antwoorden. Terwijl die generatie daarboven, die vindt dat toch echt een stuk moeilijker. Die zitten toch al meer van, dat zijn dan regels. En is het een instinker? En weet je, die denken veel ingewikkelder. Maar hoe maak je verder, zeg maar, als het onderwerp is vanzelfsprekend heel belangrijk, de doelgroep is duidelijk. Hoe maak je de beste game, de beste omgeving voor die doelgroep? Doe je dat met hun samen? Hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, nou, we hebben vanaf het begin af aan hebben we incrementeel ontwikkeld. Prachtig woord, ken ik een half jaar geleden nog niet. maar het betekent niet heel veel meer dan dat je gewoon om de zoveel tijd met een doelgroep echt actief aan de slag gaat. Dus we hebben al vanaf de allereerste pilot, die hebben we meteen, ik geloof, bij 12.000 kinderen kunnen uitzetten. Dus we hebben elke keer heel veel mazzel gehad bij het bereik. En vervolgens ga je het gesprek aan met die kinderen. Van wat begreep je wel, wat begreep je niet? Vond je het leuk, vond je het niet leuk? En heel lang hebben we leuk en spannend belangrijker gemaakt dan wat leer je ervan. Ook omdat dat niet per se onze core business is. We zijn geen onderwijsdeskundigen. En langzaam zijn we partijen als TNO gaan vragen van, wat doen we eigenlijk? En kunnen we daar niet leerdoelen aan koppelen? En inmiddels zijn we ook echt in de fase gekomen dat we kunnen gaan valideren wat het effect is van wat we dan leren. Maar we doen het volledig met die kinderen samen, zeker. Ja. Hey, de vorige keer vertelde je collega ook dat jullie nog een aantal projecten hebben lopen. Ja. Vertel daar eens wat over. Ja, we hebben eigenlijk drie, we noemen het A-producten. Dat zijn echt zelfstandige teams. En het zijn ook zelfstandige organisaties met een eigen administratie en de hele rompslomp. Een van die projecten heet Quinn, de Dispatch Academy. Dat is eigenlijk speciaal ontwikkeld voor meldkamerpersoneel die ambulances dispatchen. Dat is een vrij ingewikkeld beroep. Je hebt natuurlijk constant te maken met een dekkingsgraad. Als je een ambulance ergens naartoe stuurt omdat je iemand gaat helpen, dan laat je een gebied achter waar de dekkingsgraad omlaag gaat. Dus dat is best wel een stressvol beroep. En daar hebben we een simulatiespel van gemaakt. Dus we hebben eigenlijk hun hele werkomgeving zijn we met hun samen aan het nabouwen, aan het nabootsen. En daar kunnen ze dan echt aan de hand van de levels de moeilijkheidsgraad steeds verhogen. Waardoor ze ook zonder letterlijk met de apparatuur en echte mensen aan de slag te hoeven gaan, al kunnen leren en doorleren. Dat is één product. Maar daar zijn we ook al 5 jaar mee bezig, denk ik. En dat is nu net zo ongeveer langzaam heel mooi over die groep gebruikers aan het uitrollen in Nederland.
En het derde is een digitale leeromgeving. Dat is, ik noem het altijd maar een beetje de heilige graal van de game-industrie. Je kunt natuurlijk, als je onderwerpen als compliance of dat soort organisatiebelangen, als je die wil overbrengen, dan zeggen bedrijven vaak, ja, dat is niet leuk. Dus dan vragen we een gamification bedrijf om dat te doen. Ja. Een paar toeters en bellen eraan en dan vinden mensen het ineens leuk. Nou, ja. Daar geloof ik helemaal geen zak van. Maar je kan twee dingen doen. Je kan ofwel een hele bijzondere game maken die heel speels is en heel vol beleving. Zullen gebruikers leuk vinden, maar het is niet schaalbaar en het kost je klauw met geld. Nou, dus in principe is dat niet heel houdbaar. Of je kunt een platform ontwikkelen waar je heel makkelijk op kan schalen en heel veel verschillende onderwerpen in kan behandelen. Maar dat is vaak saai. Nou, dus wat we aan het proberen zijn is, hoe krijgen we nou in vredesnaam die twee werelden bij elkaar? Dus hoe maak je nou een platform waar toch op de een of andere manier een heel diverse hoeveelheid aan onderwerpen op een leuke manier overgebracht kan worden. En dat zijn we onder andere met het bouwbedrijf Van Wijnen zijn we dat aan het piloten. Daar zijn ook alweer anderhalf jaar mee bezig. Het begint langzaam ergens op te lijken. Het zijn allemaal lange ademtrajecten. Ja, ontzettend. Ja. Ja. Heeft dat te maken met de intensiteit en de hoeveelheid werk die in zo'n game zit? Ja, dat ten eerste. Ja, het is gewoon om een platform te bouwen kost gewoon heel veel tijd. Ja. Maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met dat wij, ik zeg wel eens tegen mijn collega's, wij zijn eigenlijk gewoon kunstenaars. Dus we zijn nooit tevreden en we blijven schaven. We zijn niet echt een bedrijf die zo snel mogelijk proberen om een verkoopbaar product schaalbaar in de markt te zetten. We blijven heel lang nadenken en conceptueel bezig. En het zijn ook heel eerlijk, het zijn gewoon allemaal hartstikke moeilijke producten. Als het makkelijk was, dan had het al bestaan. Dus het kost lang, ja. En hoe je noemt de partijen met wie je doet, maar hoe financieren jullie die producten? Worden die allemaal door de gebruikers, zeg maar, zoals het laatste voorbeeld wat je noemde? Dus we doen met een partij waar we mee werken samen. Betalen zij dat hele traject? Nee, zeker niet. Nee. Je probeert altijd in het begin launching customers te vinden. Dus die zeggen van, nou, we hebben een budget, daarvan kunnen we een product maken. Maar dat is beperkt. En dan zeggen wij, nou, mogen we dat bedrag dan zien als een onkosten, als een investering, dan leggen wij daar nog heel veel effort bij. En dan gaan we kijken of we een product kunnen maken wat niet alleen voor jullie, maar ook voor anderen te gebruiken is. Met als voordeel voor jullie dat het doorontwikkeld wordt. Want ja, anders heb je iets gekocht en dat daarna. Mm-hmm. En dat is natuurlijk het probleem met heel veel projectgedreven organisaties. Die zeggen dan, oké, doei. Ja, ja de onvoorziene kosten zijn nu ook op. Dus je probeert dat in het begin echt wel bij elkaar te schrapen. En op een gegeven moment ga je praten natuurlijk ook met investeerders. Dus in sommige producten zijn ook investeerders betrokken. Ja, want is bij jullie een product is een BV, zeg maar? Deze drie producten zijn echt drie aparte bedrijven. Eigen eigenlijk. Organisaties met ook eigen aandeelhoudersstructuren, ja. 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 En wat zijn voor jou de overeenkomsten tussen die drie? Nou, sowieso heeft het allemaal te maken met gamification. Dus gamification gaat altijd over op de een of andere manier toch spelen met de regels. Ja, dus je kijkt van, wat is de situatie in de echte wereld? En hoe kan ik nou in een virtuele wereld met een kleine aanpassing van de regels mensen laten leren? Ik dacht dat gamification, toen ik binnenkwam bij Flavor, niks meer was dan een soort e-learning. Maar toen werd me vrij snel uitgelegd. Dat vond ik wel een mooi voorbeeld van een leeuw die met zijn welpje speelt. Ja, waarbij het welpje de leeuw een beetje tikjes geeft en dan op een gegeven moment die leeuw die welp een ram om zijn oren geeft, maar zonder nagels. Je zou kunnen zeggen, dat is al een vorm van gamification, want je creëert een veilige ruimte waarin je fouten mag maken, zonder dat de consequenties zo erg zijn als in de echte wereld. Ja. Ja. Dus dat is een overeenkomst. En daarnaast, ik kom zelf, ik ben opgeleid als acteur. Ik kom echt uit een beetje ambachtelijke verhaal vertellen. Kitty Coubois was mijn docenten. Ja. Gees Linnenbank, ik weet niet of jullie deze held kennen. Ja. Maar dat waren mijn docenten. En die hebben mij echt de liefde voor het ambacht verhaal vertellen meegegeven. En dat heeft bij ons ook altijd een heel grote rol. Dus ook bijvoorbeeld met Hexshield. Ja, kinderen een rol geven, junior cyber agent, en een verantwoordelijkheid. Ja, dat activeert heel erg. Dus we gebruiken eigenlijk binnen al die producten wel altijd elementen van verhaal vertellen. Dus we spelen met rollen en elementen van gamification. Dus dan speel je met regels.
En dan hebben we de zieke hobby. Dat we ook nog willen dat het maatschappelijk iets positiefs bijdraagt. En dat zit dan, nou, en dan heb je het over dat je maatschappelijk echt impact of resultaten wil zien. Of iets, ja, dat zit in al die producten zit dat. Ja. Dus allemaal lastige trajecten. Ja. Allemaal maatschappelijke doelen. Ja, ja. Ja, wel mooi. Ja. Ja. Nee, maar wat je zei van hè, je opgeleid toneel. Ja. Wat neem jij mee? Wat heeft het bedrijf zeg maar, aan jouw opleiding? Ja, mooie vraag. Ik was echt onder de indruk van de romantische wereld die mijn docenten mij leerden. Dus de Schouwburg, het verhaal, onversterkt op de achterste rij te horen zijn. En mensen echt laten verdwijnen in hun eigen fantasie. Dat vond ik fascinerend. Maar toen ik van school kwam, ja, was de eerste iPhone op de markt, zat de helft van de zaal leeg. En er zaten allemaal CKV-studenten die er eigenlijk geen zin in hadden, weet je wel. Echt totaal verschillende wereld. Dus ik heb altijd de fascinatie gehad om die doelgroep met andere middelen alsnog dat ambachtelijke verhaal mee te geven. Ja. Dus ik ben ook heel, voor mij logischerwijs, bij een gamebedrijf terechtgekomen. Omdat game en digitale tools zijn ontzettend leuk als je mensen een rol wil geven in hun eigen verhaal. Dus in plaats van dat je als acteur op het toneel staat en mensen moeten zich met jou identificeren, geef je ze de hoofdrol. Ja. Wat deed het bedrijf? Je zei, maar ik heb mijn bedrijf verkocht aan Aflever. Wat was dat voor bedrijf dan? Ja, dat heette Spector. Naar één dier van de dierenverhalen van Tantellegen. Ja. Die woonde op de maan. Die organiseerde feesten voor niemand, want er kwam nooit iemand. Prachtig. Was ook wel een beetje het verhaal van mijn vorige bedrijf. Nou ja, wij wilden eigenlijk innoveren met vertelvormen. Ja, maar daar, god, mijn partner was een filmacademisch student. Een regisseur die had leren filmen op film. En ik was een toneelschooljongen die had leren spelen op het toneel. En hij had hetzelfde als wat ik had. Wij kwamen in een digitale wereld van school, totaal anders. Dus wij hebben samen heel veel geëxperimenteerd. Ook leuke dingen gedaan hoor. Ik zat op een gegeven moment in een studentenserie van BNN. Feuten heette dat. Ja. Dan mocht ik een ongelooflijke klootzak spelen. Maar daar zagen we op een gegeven moment dat het grootste gedeelte van die kijkers via digitale kanalen naar die serie keek. Dus wij zeiden tegen BNN, ja, daar moeten we iets mee doen. We moeten die mensen een rol geven. En toen hebben we de vereniging die centraal stond in die serie, die hebben we opgericht. En dan kon de publiek, kon via een app lid worden van die vereniging. Moesten ze een half uur duren een ontgroening doorlopen. En als ze dat dan deden, konden ze echt carrière maken in die app door allemaal spelletjes te doen. En als ze heel hoog in de ranking kwamen, werden ze uitgenodigd voor events. En daar waren dan ook weer de acteurs bij. Nou, daar hadden we binnen, ik geloof, 6 weken waren er 90.000 downloads. 50.000 actieve leden. Nou, dat waren mooie experimenten. Maar uiteindelijk draagde dat niet per se iets positiefs bij aan de wereld. En dat vond ik jammer. Ja. En dat is dus nu, jij wil echt een verschil maken met wat je doet. Nou ja, het is wel de reden ook dat ik naar de toneelschool ging en dat ik zo hield van al die docenten. Dat je dus toch kunst, beelden, geluid gebruikt om mensen aan het denken te zetten. Ja. En het liefst ook in beweging te krijgen. Hey, als je even terug naar het begin. Hexshield. Hoe zorg je er straks voor? We leven in een steeds veranderende wereld. Misschien moet op een gegeven moment die kinderen meer leren over artificial intelligence en wat het dan betekent. Of hoe je bij wijze van spreken nepnieuws zit misschien nu al wel in. Weet je wel, maar hoe je naar in de digitale wereld naar nieuws en beeld, et cetera, moet kijken. Ja. Weet je, het is wel een app, een game die doorontwikkeld moet worden. Ja, zeker. Nee, maar dat is ook waarom je een gezond, duurzaam verdienmodel nodig hebt. Want je hebt gewoon uiteindelijk zijn bij ons de grootste kosten zijn gewoon loonkosten. We hebben gewoon een hartstikke mooi team zitten. En dat team, dat waren eerst allemaal designers en developers. En nu zitten daar ook redactie en event managers. En ja, die moet je aan het werk houden. Ja, nou ja, goed. De game is in ieder geval zo ingericht dat we het kunnen. Ja. Nou moeten we de mensen nog mooi aan het werk houden natuurlijk om dat in te vullen. Ja. Net begonnen, zei je, met medewerking van al die burgemeesters, et cetera. Ja. We vragen altijd aan mensen van, weet je wel, als we je over een jaar hier uitnodigen, waar sta je dan? Wat zijn jouw ambities met deze game? Nou, wat ik heel erg hoop is dat we de game zeg maar horizontaal helemaal doorontwikkeld hebben. Dus dat er van alle functionaliteiten die we
van plan zijn om te maken, dat die er allemaal in zitten. Daarna is het natuurlijk een kwestie van eindeloos content maken. Dat vind ik heel belangrijk, dat dat gelukt is. En ik vind het heel belangrijk dat we over heel Nederland, het liefst via gemeentes, dit kunnen uitrollen en bij kinderen terecht kunnen krijgen. Het mooie is van geen commercieel model is dat je ook via scholen en via de publieke omroepen, daar kun je allemaal mee samenwerken. En het laatste is dat ik hoop dat we de eerste pilot in het buitenland aan het voorbereiden zijn. Wat, heb je daar al een beetje gepeild, zeg maar? Of, ja, of het ook iets is voor het buitenland? Ja, zeker. Ja. En het antwoord was dus? Ja, zeker. Ja, nee, er is heel veel interesse vanuit heel veel verschillende hoeken. Hè. Of het nou cybersecurity bedrijven zijn die heel graag hun rol willen spelen. En dat ook natuurlijk als een branding, als een aanwezigheid zien. Ja. Maar ook vanuit de overheid. Ik bedoel, al die overheden in Europa zijn aan het nadenken over hoe ze dit in vredesnaam op een leuke manier bij het volk onder de aandacht brengen. Ja. Handelingsperspectief, ook een mooi woord heb ik geleerd. Oh ja? Ja, iedereen die... Het nieuws dat wordt eigenlijk alleen maar met heel veel angst en zorg bij mensen gebracht. En dat werkt helemaal niet altijd activerend om er iets mee te gaan doen. Ja. We lezen elke dag hoeveel berichten over cybercriminaliteit. Nou, nodigt het uit om nou eens een keer goed uit te zoeken wat voor phishing mails er allemaal gemaakt worden? Nee, dat denk ik niet. Nee, dus iedereen zoekt naar manieren om dit toch op een positieve manier, ja, in beweging, ja, verandering te brengen. Ja, nou ja, weet je, supermooi. Maar wij mogen, als we gewoon thuis zitten, we mogen ook wel meedoen, of niet? Ja, zeker. Dus dat voor alle leeftijden. En dan mogen wij misschien weer... Ja, jouw opa en oma leven niet meer, geloof ik. Nou, kinderen, kleinkinderen. Ik zou het leukste vinden als jullie op een gegeven moment belaagd worden door een kind en die zeggen, nou, laat maar eens zien wat je kan. Ja. Nee, ja, iedereen kan het spelen, maar zal ik je zeggen. Wij hebben een aantal medeoprichters, adviseurs, mensen die ons begeleiden in de categorie 50 tot en met 70. Dat vind ik heerlijk, want daar heb ik veel aan. Maar die bellen me na elke release op en dan helemaal in paniek van ja, het is te moeilijk. Ze komen er niet doorheen. Ja. En kinderen komen er wel doorheen. Oké, okay, dus nou, dat is probeer het, zou ik zeggen. Ja, ja. Oké, okay, super. Hey, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken en we danken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes, Chatstream voor de livestream, PQR voor de hosting. En nog meer Freedom Lab natuurlijk, van waaruit wij iedere dinsdagavond uitzenden. Volgende week ook nog zeker? Ja, volgende week ook. Want ja, als het, of zitten we dan al in Austin? Nee, dan nog niet. Nee. Oh, nee. Hij is een wederdienende. Ja. Gaan we dan de donderdag daarna gaan we naar Austin. Maar goed, tot volgende week dan. Dag. Ja.